Het is eigenlijk niet eens echt ochtend, het is gewoon middag. Ik ben vanmorgen 11:30 pas opgestaan. Ik heb ontzettend, ontzettend uitgeslapen. Het is nu, let me check, 2:50. Ik heb een beetje opgeruimd. De kleding die hier over mijn stoel lag, die heb ik opgeruimd. En daar liggen nog een paar dingen die weg moeten. Ja, wat ga ik vandaag doen? Eigenlijk helemaal niks. Alweer niet. Ik ben meer nu nog video's aan het kijken en dat soort ideeën aan het opdoen. Ik heb totaal geen make-up op vandaag, alweer niet. Alleen een beetje liquid lipgloss lipstick van de Clarice. Ik weet niet hoe het uitspreekt. In ieder geval, dat heb ik op. Ik heb mijn handtas veranderd. Ik had gisteren een heel kleintje bij me. En ik heb hem veranderd in deze zwarte tas met deze fluffy bol eraan. Deze tas komt bij de, heb ik vorig jaar bij de Kruidvat gekocht. Twee keer gebruikt voor school en daarna nooit meer. En ik zag hem nu, ik denk, ik kan hem nu eigenlijk wel gewoon weer gaan gebruiken. Verder heb ik vandaag gewoon totaal geen plan. Ik ga vanavond wel even douchen, want mijn haar is heel erg vet. Ik ben gewoon lekker wat video's aan het kijken. Lekker mijn gemak houden. Lekker chill allemaal. Het is gewoon een hele chille dag. Ja. Oh, en we gaan vanavond pizza's maken. Mijn pa heeft van dat pizzadeeg gekocht. En daar gaan we dus zelf dingen op doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lukken en gebeuren. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar in ieder geval ga ik nu voor nu nog eventjes lekker video's kijken. Oké, ik zit nu op mijn standaard plekje waar ik dus eigenlijk gewoon altijd zit. Lekker op bed. Heerlijk. Ja. We gaan dus vanavond pizza's maken. En wat doet een YouTuber die niet weet hoe ze pizza moet maken? Die zoekt video's op YouTube. Nu heb ik net een video gekeken van Zoe. Een aantal jaar terug, 2 jaar terug of zo. Hoe zij pizza's maakte. Dus daar heb ik al een beetje een idee van. Maar dan is het ding dat er zit standaard tomatensaus bij. Maar verder hebben we geen ingrediënten of zo gaat om op te doen. Je hebt wel salami en kaas en dat soort dingen. Waarschijnlijk wordt het gewoon een hele simpele pizza. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het allemaal gaat worden vanavond. Ik wil eigenlijk best wel trekken in die pizza. Ja. Ik twijfelde net even of ik die groene of deze eraan wilde doen. Maar ik dacht, ik hou deze lekker netjes. En ik heb die mintgroene van de Primark aangedaan. Waarschijnlijk wil ik dinsdag of donderdag of woensdag of weet ik het wanneer. Maar in ieder geval volgende week nog even samen met Esther naar de Primark. Gewoon even gezellig eruit, nog met z'n tweetjes. En de week daarop ben ik jarig. Dus we moeten de verjaardag en al dat soort dingen. Waar ik, als ik heel eerlijk ben, heb ik er niet heel veel. Dat je denkt van, jee, verjaardag. Maar je merkt er gewoon zo weinig van. Maar goed, dan ben ik in ieder geval wel eindelijk 18. Mijn ogen zijn helemaal zwart. Het is echt heel raar. Ik heb mijn make-up er gisteravond afgehaald. Vanmorgen ook, maar er blijft make-up afkomen. So weird. Ja. En in ieder geval, dat is eigenlijk wat ik even wilde zeggen. Ik ben nu dus video's aan het kijken van YouTubers die pizza's aan het maken zijn. Ik heb geen flauw idee hoe ik mijn pizza vanavond ga doen, maar dat zullen we vanzelf wel zien. Oh, en trouwens, alle video's van Belfast en de vlog van de Glow in the Dark staan allemaal online. Dus daar ben ik ook heel erg blij omdat die eindelijk allemaal online staan. Dus ze zijn al best wel vaak bekeken, vind ik zelf. We hebben ze gisteravond met mijn ouders. Ik heb ze gisteravond met mijn ouders even gekeken. En ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden. Ik merkte wel dat ik heb heel veel, omdat natuurlijk die maandag dat we gingen vliegen, was de allereerste keer dat ik echt mijn videocamera ging gebruiken. Of mijn videocamera, mijn vlogcamera ging gebruiken. Dus ik heb in de dagen dat ik in Belfast zat echt een beetje zitten klooien met alle settings. En dus het is ook heel vaak niet in focus. Dat vind ik wel heel jammer. Maar ja, weet je, je kan er niks aan veranderen. Je kan moeilijk teruggaan en alles nog een keer doen. Maar ja, in ieder geval, die staan ook online. Daar ben ik heel erg blij om. Ik vind ze heel erg leuk geworden. En ik ga nu even lekker verder vlogs kijken. Goed, het is nu inmiddels rond een uur of. Het is al 5 uur geweest, joh. Oh nee, het moet nog 5 uur worden. Het is 4:15. En we willen nu langzaam gaan beginnen met de pizza. Want hij moet ook nog 20 minuten in de oven.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het wordt. Ik heb alle kaas al voorgesneden en alle salami al voorgesneden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb knoflook eroverheen en mijn vader heeft paprika poeder eroverheen. We gaan er nu gewoon lekker van genieten. No! Mijn camera heeft nog maar één batterijtje staan. Het klinkt alsof ik lipliner op heb, maar ik heb gegeten. Mijn lipstick is daardoor afgegaan. Jongens, dit is die normaal. Hoe wit ik ben. Crap. Ik sta op het punt om naar beneden te gaan. Ik heb heel erg trek in een warme kop chocolademelk. Dus die ga ik ook zeker maken. En verder ga ik denk ik gewoon even lekker beneden zitten. Mijn laptop is aan het opladen. Die was bijna leeg. En ik wilde net een video van Elfie kijken. Maar hij is leeg. Dus helaas. Verder heb ik lekker een vliesvest aangedaan. Ik heb het een beetje fris. Dus die doe ik lekker aan. En ja. Misschien dat ik morgen nog even bij mijn opa langs ga. Maar dat weet ik nog niet zeker. En ja. Ik denk dat ik vanavond niet heel veel ga doen. In ieder geval. Ik ga naar beneden. Ik ga lekker een warme kop chocolademelk drinken. Goed. Ik ben inmiddels weer boven. Ik heb me... En het laptop, die ligt hier. Die heb ik weer meegenomen naar boven. Die leg ik zo meteen weer op de plek waar die hoort. Ik ga eventjes douchen, want er is weer even nodig. Want mijn haar, zoals ik vanmorgen al zei, is helemaal vet. En daarna ga ik waarschijnlijk lekker in bed liggen en video's kijken. En het is donkerder. En ik heb nog steeds lipstick op. En ik heb gedoucht. En ik ben helemaal ready. Ik ben helemaal klaar om te gaan slapen. Nu ga ik niet slapen, maar ik ga lekker video's kijken. Ik heb lekker een joggingsbroek aangetrokken. En ik ben lekker een video van Elfie aan het kijken. Of nee, die ga ik nu kijken. En verder ga ik waarschijnlijk helemaal niks doen vanavond. Ik ga morgen iets heel leuks doen met mijn moeder. En dat ga ik ook zeker vloggen. En ja. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het morgen gaat worden. Ik ga jullie nog niet vertellen wat. Dat zullen jullie morgen allemaal zien. Maar ik ben wel in ieder geval heel erg benieuwd. Zo gek, ik wil er niks over vertellen, dus ja. Komt helemaal goed in ieder geval. Ik heb nog steeds die bruine lipstick op van de Hema. Ik wil hem er gewoon niet afhalen. Ik heb mijn mobiel aan het opladen liggen. Die ligt hier, deze, hier zo. En ik heb hier een fles drinken staan. Ijskoude iced tea. Ik weet dat het slecht is, maar ik drink ontzettend veel iced tea. Oeh, staat hij? Ja.
Ik drink ontzettend veel iced tea, omdat ik weet niet, ik ben er gewoon verslaafd aan geraakt. Ik vind het zo lekker. Goed, genoeg gepraat. In ieder geval, dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef deze video een blauw duimpje omhoog natuurlijk als jullie deze vlog leuk vonden. En voor alle nieuwe mensen, abonneer mijn kanaal hier beneden als je veel meer van me wilt zien. Ik zou het leuk vinden om jullie hierbij te hebben. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Morgen. Doeg!